Een 33-jarige Leeuwarden heeft dinsdagmiddag de politie behoorlijk bezig gehouden. Surveillerende agenten kregen een melding dat een verwarde man in het water bij de Vrouw Poortsbrug voor overlast zorgde. Al zwemmend beledigde hij voorbijgangers en ook had de Leeuwarden een afgemeerde boot losgemaakt. Agenten probeerden met de man in gesprek te komen. En ook later probeerde een medewerker van de GGZ dat. Dit alles had geen effect en daarom werd besloten om de man aan te houden. Met behulp van een politieboot werd geprobeerd om de Leeuwarden naar de wal te krijgen. De 33-jarige man maakte van dit alles een kat-en-muisspel. Daar hadden de agenten geen zin in en daarom werd de actie afgeblazen. De Leeuwarden zal op een later tijdstip alsnog door de agent op zijn gedrag worden aangesproken.